Goedemorgen, gemeente. Namens de kerkenraad iedereen van harte welkom in deze dienst, in het bijzonder de gasten van ons. Dit is de eerste dienst in de serie Herzien Verhalen. Wij zijn benieuwd. Dit is ook een dienst waarin we brood en wijn zullen delen. Barbara de Beaufort gaat voor en Kees Stekentee bespeelt het orgel. Er zijn twee rondgangen in de dienst van de gaven. De eerste is bestemd voor de voedselbank Het Hoge Land. Voor zover u die niet kent, staat daar informatie over in de orde van dienst. De tweede rondgang is voor het onderhoud van de kerk en de schaal bij de uitgang is voor de diaconie. Volgende zondag gaat Kirsten S. voor en is Kees Stekentee de organist. Na deze dienst is er koffie of thee op het koor. U wordt hiervoor van harte uitgenodigd. Dadelijk is er gelegenheid voor een stil gebed, waarna we de liturgie zullen volgen. Ik wens ons allen een goede en gezegende dienst.
God hier zijn betekent even een stap buiten onze normale wereld zetten. De wereld van de praktische beslissingen, de dagelijkse bezigheden, de wereld van het moeten en de doelmatigheid. Hier is de tijd even anders. Wij zoeken uw tijd. Een trage tijd die ruimte biedt aan verwondering, aan reflectie, aan relativering. Aan wat vroeger was en wat ooit zal zijn. Wij bidden, wees ons hierin nabij. Laat ons ervaren wat wij net zongen. Geslachten gaan, geslachten zullen komen. Wij zijn in uw ontferming opgenomen. Heeft afgespeeld of zou kunnen hebben afgespeeld voordat wij op het toneel kwamen.
Het besef dat wij niet de eerste zijn die hier samenkomen. Het besef van al die levens vol lief en leed. Het besef van alles wat ooit zo anders was en tegelijk ook zo herkenbaar. Geeft diepte aan de waan van de dag en aan onze uren hier op zondagmorgen zoals vandaag. De voorgangers in deze serie hebben alle vier een eigen onderwerp uit de geschiedenis gekozen en mijn keuze is de tijd van de Reformatie. De Reformatie, die grote en alles omvormende stroming in de 16e eeuw, waardoor onze Johannes de Doperkerk van Rooms-Katholiek ineens in protestants veranderde. Waardoor de talloze kloosters hier in de omgeving verdwenen en de interieurs van onze kerken ontdaan werden van alles dat plotseling opsmuk heette. Waardoor het woord centraal kwam te staan en het beeld verdween. Tenminste, zo is het mij altijd geleerd. Er hoort zelfs een exact jaartal bij, 1594. Maar ging het werkelijk zo? Zo abrupt, zo radicaal? In deze dienst wil ik me niet zozeer richten op de inhoud en het gedachtegoed van de Reformatie zelf, maar ik was vooral benieuwd naar de ontvangst ervan door de mensen hier in de streek waar wij nu wonen. Reformatie, u weet het, dat betekent letterlijk omvorming. Dus je zou bij de invoering ervan misschien de stem van een profeet verwachten die oproept tot ommekeer. Maar terwijl ik las over hoe het hier destijds toeging, de verslagen die er toen van zijn gemaakt, hoorde ik eigenlijk steeds meer de relativerende stem van de prediker. Was de prediker soms een Groninger in het diepst van zijn gedachten, heb ik me meermaals afgevraagd. Vandaar dat we vandaag uit zijn geschriften zullen lezen en het begin bij prediker 3 en prediker 4. Voor alles wat er gebeurt is er een uur. Een tijd voor alles wat er is onder de hemel. Er is een tijd om te baren en een tijd om te sterven. Een tijd om te planten en een tijd om te rooien. Er is een tijd om te doden en een tijd om te helen. Een tijd om af te breken en een tijd om op te bouwen. Er is een tijd om te huilen. En een tijd om te lachen. Een tijd om te rouwen. En een tijd om te dansen. Er is een tijd om te ontvlammen. En een tijd om te verkillen. Een tijd om te omhelzen. En een tijd om af te weren. Er is een tijd om te zoeken. En een tijd om te verliezen. Een tijd om te bewaren. En een tijd om weg te gooien. Er is een tijd om te scheuren. En een tijd om te herstellen. Een tijd om te zwijgen. En een tijd om te spreken. Er is een tijd om lief te hebben en een tijd om te haten. Er is een tijd voor oorlog en er is een tijd voor vrede. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij met zijn gezwoeg tot stand brengt? Ik heb gezien dat het een kwelling is die hem door God wordt opgelegd. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. En ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Alles wat God doet, zo heb ik vastgesteld, doet hij voor altijd. Daar is niets aan toe te voegen, daar is niets van af te doen. God doet het zo, opdat wij ontzag voor hem hebben. Wat er is, was er al lang. Wat zal komen, is er altijd al geweest.
God haalt wat voorbij is altijd weer terug. En dan nog een vermaning aan ons. Betreed Gods tempel met bescheiden tred. Je kunt er beter heen gaan om te luisteren dan om het offer van een dwaas te brengen. Zo iemand weet niet eens dat hij een slechte daad verricht. Wees niet te haastig met je woorden en doe God niet overijld met heel je hart geloften. Want God is in de hemel en jij bent op aarde. Dus je moet spaarzaam zijn met je woorden. Drukte leidt tot dromerij en veel praten tot gebazen. Wees daarom niet al te rechtvaardig en meet jezelf geen overdreven wijsheid aan. Waarom zou je jezelf te gronde richten? Maar gedraag je ook niet al te onrechtvaardig en wees niet overmatig dwaas. Waarom zou je sterven voor je tijd? Houd het ene vast en laat het andere niet los. Dat is het beste. Want wie ontzag voor God heeft, ontsnapt aan al te veel rechtvaardigheid en ook aan al te veel onrechtvaardigheid. De wijze heeft met deze wijsheid veel meer macht dan 10 stadsbestuurders samen. Er is geen mens op aarde die nooit zondigt,
die alleen maar goed is en altijd rechtvaardig. Spits daarom je oren niet bij alles wat er om je heen gezegd wordt. Dan hoef jij niet te horen hoe je dienaar je vervloekt. Je weet maar al te goed hoe vaak ook jij een ander hebt vervloekt. En tot slot, mijn zoon, nog deze waarschuwing. Er komt geen einde aan het aantal boeken dat geschreven wordt. En veel lezen mat het lichaam af. Alles wat je hebt gehoord komt hierop neer. Heb ontzag voor God en leef zijn geboden na. Dat geldt voor ieder mens. Gemeente, er was een tijd dat Just en ik vaak samen bij de piano Engelse liedjes zongen. In Engeland bestaat er een oeverloos meer vol liederen, vrolijke en treurige, serieuze en vooral veel minder serieuze. Oeverloos meer vol liedjes waar je eindeloos uit kunt putten. Sommige van die liedjes vergeet je nooit meer en één daarvan waar ik altijd weer vrolijk van word. Dat heet The Vicar of Bray, dus de dominee van Bray, Bray's plaats in Engeland. In dat liedje is de vicar zelf aan het woord en hij heeft echt bestaan trouwens. En hij vertelt daarin hoe hij in zijn lange loopbaan steeds van opvatting verandert. Als er weer eens een ander koningshuis of wereldse macht aan het roeren komt die andere geloofszaken voorschrijft, dan is hij daar altijd mee eens. Hij begint zijn carrière onder de regering van Hendrik de VIII, uiteraard als een fervent Rooms-Katholiek. Maar als de wind draait, draait hij mee en wordt een even vurig protestant. En zo gaat het 6 coupletten lang en steeds verdedigt hij weer een andere loyaliteit. En aan het eind van ieder couplet komt een refrein en dat gaat zo, ik zal het even proberen duidelijk te zingen. And this be law that I'll maintain until my dying day, sir, that whatsoever king may reign, still I'll be the vicar of Bray, sir. Ik weet niet of het allemaal hebt kunnen volgen zo, maar
Nou, hij zegt dus, dit zal de wet zijn die ik altijd zal handhaven tot aan mijn sterfdag, sir. Dat welke koning er ook aan de macht zal zijn, ik zal altijd de Vicar of Bray zijn, sir. Ja, natuurlijk wordt de Vicar of Bray beschuldigd van draaikonterij en een gebrek aan principes. Maar daar is hij het niet mee eens. Ik heb wel degelijk een principe, zegt hij, en dat is dat ik in leven en sterven altijd de Vicar of Bray wil blijven. Ja, voor alles is er een tijd onder de zon, zegt Prediker, samen met de Vicar of Bray. Voor het katholicisme en het protestantisme, voor koning zus en koningin zo, en alles komt steeds weer terug. Wat er is, was er al lang. Wat zal komen, is er altijd al geweest. God haalt wat voorbij is altijd weer terug. Het lijkt of God een andere verhouding heeft tot de tijd dan wij, dan de rechte lijn die wij door de geschiedenis trekken. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven en ook heeft hij de mens inzicht in de tijd gegeven, zegt Prediker ook. Toch kan de mens het werk van God niet van begin tot eind doorgronden. Dus we hebben wel besef van tijd, van het stromen van tijd. En tegelijk begrijpen we het niet. Begrijpen we de eeuwigheid erin niet. Dat wat van God komt. Wat boven de tijd uitgaat of zich in de tijd verbergt. En dan komt er wel heel aardse conclusie van Prediker. Ik heb vastgesteld dat voor de mens niets goeds is weggelegd, behalve vrolijk te zijn en van het leven te genieten. Want wanneer hij zich aan eten en drinken te goed doet en geniet van al het goede dat hij moeizaam heeft verworven, is dat een geschenk van God. Ik zei net al dat ik me afvroeg, was Prediker soms een Groninger? Zijn conclusie over dat je maar het beste je te goed kunt doen aan eten en drinken, doet me heel erg denken aan het fantastische boekje dat ik te lenen kreeg van Rijnd als voorbereiding op deze dienst. Het is in 1905 geschreven door de toenmalige dominee van Zeerijp, dominee Wumkes. En het handelt over de tijd vlak na de reformatie. En dan niet in abstracte zin, maar heel concreet over hoe het hier op het Hoogland destijds aan toe ging. Hoe de nieuwe leer, met nieuwe opvattingen en nieuwe gebruiken en vooral veel afschaffingen van wat men tot dan toe gewend was, zijn ingang vond. Of niet. Want vaak maakte men liever niet zo haast met het doorvoeren van al die Nijmoodse zaken. Ja, de klassis, die wel. Die vaagde van alles uit, liet het ene na het andere decreet van de kansel lezen en riep voortdurend mensen ter verantwoording. Zo probeerde men bijvoorbeeld, en daar moest ik net eens aan denken bij dat eten en dat drinken, de oeroude en volgens de nieuwe opvattingen veel te heidense gewoonte van het Utrechtst uit de bannen. Zeg ik het goed, Rijnd? Ja, Utrechtst. Een Utrechtst is een uitvaartmaal. Bedoeld om alle die hebben geholpen bij de uitvaart te bedanken. Vergeleken bij ons kopje koffie met cake was het een echt baganaal. Er werd gegeten, maar vooral gedronken. Het 9% sterke klumbier, voor de gelegenheid omgedoopt tot leedbier, was niet aan te slepen. U kunt zich de gevolgen voor de moraal wel ongeveer voorstellen. Voor de nieuwe reformatorische kerkbestuurders was het een gruwel. En ze probeerden van alles om het uit te bannen. In elk geval te zorgen dat hun eigen schoolmeesters, kosters en dominees er niet aan meededen. Maar tevergeefs, de Utrechtst bleek nog tot in de 19e eeuw onuitroeibaar. Even terug naar toen, de klassis verordoneerde bijvoorbeeld dat hun mensen in de vergadering moesten verschijnen om eens heel ernstig te worden toegesproken. Maar de meeste kerkendienaars die waren opgeroepen bleven gewoon weg. En de schoolmeester van Garsthuizen, Arme Jansen, die wel kwam,
Ik citeer uit het verslag van die tijd even in mijn beste Middel-Nederlands. Heeft de berisping van prinses veracht en de vermaning om te gehoorzamen verworpen, daarop door deputaten vermaand tot gehoorzaamheid en gedrongen met ja of nee te antwoorden op de vraag of hij de Utrechtsten voortaan zou vaarwel zeggen, antwoordde hij: ik zal het in mijn bedenking nemen. Nou, dan voel je wel wat gaat gebeuren. Ik zal het in mijn bedenking nemen. Zoiets zeiden ook de bestuurders op de borgen als de klasses erop aandrong dat een of ander decreet gehandhaafd zou worden. De adel had duidelijk geen zin in problemen en liet die nieuwe zaken maar mooi op zijn beloop. En toen in 1621 de overheid in haar wijsheid bedacht dat het volk onderwezen moest worden in de Heidelbergse catechismus, en wel meteen, vanaf 11 november dat jaar, kwam er zo goed als niemand in de catechismusdiensten opdagen. Hoor hier uit het verslag van de klas, vanuit de klasses Loppersen hoe dat ging. Is gevraagd van de catechismus predigen of de ook onderholden worden, waarop haar de broederen ordine verklaart. 1. Garme voldanes dat het begunnen willen hebben, ook drijmaal kunnen laten, waren averst geen minstig gekomen. 2. Westerum danes dat het driemaal voor 2 minstig gepredigd, daarna opgeholden. 3. Gans weer etelijke predigen geholden, averst endelig wegen gebrek van tolhoeren upholden moeten. Ja, en zo gaat het nog een hele poos door. De verleiding is ook groot om door te gaan met citeren. Want je ziet die wanhopige dominees voor je, steeds maar weer prekend voor lege banken en dan tenslotte maar upholden. Het wou gewoon niet, men had er geen belang bij. Ik weet natuurlijk niet hoe u het vroeger op school leerde. Ik zat op een protestantse school en leerde dat met de reformatie eindelijk het uur der waarheid was aangebroken. Maar de grote reformatie, de radicale omvorming van het geloof, was in de praktijk helemaal niet zo radicaal. En was vooral ook geen plotselinge breuk met het verleden. Wat dat betreft hebben wij een vertekend beeld gekregen van hoe de geschiedenis werkt. Zeker, er zijn altijd hervormers, visionairen, mensen die vooraan de troepen lopen. Machthebbers of profeten of politici die vinden dat het totaal anders moet en wel nu meteen. Ik wist vroeger niet beter of zij waren het die onze geschiedenis bepaalden. Maar dan blijkt toch maar één kant van de zaak. De kant van de heldere lijnen, de radicale inzichten en de scherpe koerswijzigingen. Maar daaronder lijkt een veel tragere stroom te vloeien, met kalme golven in een brede, door de eeuwen uitgesleten bedding. En dat het zo werkt, is niet alleen uit behoudzucht, het conservatisme dat altijd aan de plattelanders wordt verweten. Natuurlijk bestaat dat ook. Over het algemeen is er niet zo'n haast om zaken die van oudsher zo geweest zijn te veranderen. Maar, dat moeten we ook weer goed bedenken, tegelijk is de aanloop naar zo'n verandering vaak al tijden op gang. Veranderingen komen niet alleen later, maar ze beginnen tegelijk ook eerder. Uit wat ik las en wat ik hoorde van Rijnt blijkt dat men juist hier in Groningen vaak vooruitliep op de ideeën van de reformatie. In het klooster van Aduard bijvoorbeeld kwamen gedurende de gehele 15e eeuw, dus lang voor 1594, al internationale geleerden bij elkaar om te praten over hervormingen van binnenuit. Dat waren mensen die kritisch stonden tegenover de Roomse aflatenpraktijk en die opvattingen hadden over de Eucharistie, die je nu eerder protestants zou noemen. Een van die geleerden noemde het klooster meer een academie dan een klooster. Deze mensen legden de intellectuele fundamenten voor wat later onze Universiteit van Groningen zou worden.
Maar tegelijk was mij dwars van scherp slijperij en het verafgoden van die grote hervormers. Een zekere Doede van Amsweer, man van aanzien en een van de centrale persoonlijkheden in de reformatie van stad en landen, zegt het zo. En ik vind dat wel heel mooi om voor te lezen met het oog op het delen van brood en wijn straks. Ik doe nog even een beroep op uw Middel-Nederlands. Voor Christi richtstoel, daar werd ons Christus zo hard niet vragen wat wij van hem geweten. Of wij velen en de meesterlijk van zijn godheid en de ware aangenomen mensheid hebben weten te zeggen en te disputeren. Hij werd ons niet vragen wat wij van zijn lichaam geloofd hebben, of te datzelfde in ende onder de brood des avondmaals, ook in den monstrantien besloten en de verborgen zien. En dat hetzelfde beide van gelovigen en ongelovigen in den gebruiken des avondmaals genoten en de ontvangen wordt. Nee, niet alzo. Hiervan zullen we geen rekenschap hoeven te geven, want bij God den Heren is geen aanzien des persoons. Luther, Zwinglius, Calvinus, Augustinus, Cyprianus, Ambrosius zijn mensen en geen goden. En ze zijn na haar beroep dienaren Jezu Christi. Zo. Wat zou ik meneer Doede van Amsweer graag over de eeuwen heen de hand willen schudden. Dit is de geest waarvan ik altijd het gevoel heb dat hij hier nog ergens rondwaart en ons steeds weer inspireert. Ik weet niet precies hoe ik die geest omschrijven moet. Het is geen verzet om het verzet. Het is ook geen instemming om de instemming. Daar gaat het helemaal niet over. Het heeft iets te maken met je eigen gezonde verstand gebruiken, zonder te veel pretenties, zonder te veel hoofdletters. Om prediker nog eens aan te halen, God is in de hemel en wij zijn op aarde, tenslotte. Een beetje afstand houden van alles wat over je heen komt vallen van bovenaf, van de machthebbers, het gezag, wereldlijk of geestelijk. Niet onwelwillend, wel afwachtend. Open, maar zonder je meteen van je voeten te laten blazen. De waarde wegend van tradities en gewoonten, die niet zomaar opgeven omdat een ander roept dat het allemaal verkeerd is. Maar wel zelfkritisch. Het is mogelijk dat iets zijn tijd gehad heeft en dat we kunnen winnen bij andermans inzichten. Prediker zegt het zo mooi en bondig: houd het ene vast en laat het andere niet los. Omdat je, net als de Vicar of Bray, gewoon vooral jezelf wilt blijven. En ook niet bang zijn om in alle relativiteit toch je eigen beslissingen te nemen. In dat verband nog een laatste dankbaar stemmend citaat van dominee Wimkes. Hadden de leiders van de reformatie hun zin gekregen, dan zwegen in de ontklede kerkruimten ook de orgels voor den aanvang der godsdienstoefening. En er was nooit meer een dorpsklok op een werkdag, te morgen, te middag of te avond geluid. Maar zulk een radicalisme was de Ommelander bevolking te stout. Zij wilden het oude klokgeluid dat hen tevens opriep tot een arbeid, tot een maaltijd, tot het uur der rust niet missen. En dat men de bedoelde orgelmuziek niet wenst de prijs te geven, blijkt uit het zeggen der predikanten op de Tweede Synode. Dat nog niet mogelijk eist de orgelpiepen af te schaffen. Wat een geluk toch, toen nog niet meugelig en nu nog steeds niet meugelig. Stel je voor wat we dan allemaal hadden moeten missen. Ik moet er niet aan denken en Kees volgens mij ook niet. Op vele zolders in onze Ommelander kerk staat nog steeds een oud uurwerk. Ook hier in Huizingen.
En u kunt de foto ervan op de voorkant van uw orde van dienst zien. Iedereen die wel eens de steile trap in de toren heeft durven beklimmen, heeft het kunnen bekijken. Maar ook als je daarvoor te veel hoogtevrees hebt, kun je dat uurwerk horen. Het is echt de moeite waard om strakjes even te gaan luisteren. Het is een prachtig geluid. Die langzame, soms wat onregelmatige slag. Een geluid dat mij altijd weer ontroert. Het is de Huizinger-tijd die je hoort. Waarin we misschien iets herkenden van de tijd zoals de prediker die beschrijft. Laat ik nog even tot slot heel duidelijk zeggen. Het is niet de bedoeling om wat dan ook maar te verheerlijken. Dat past ook niet. Hier zijn evenveel fouten gemaakt als ergens anders. En dat is in de loop der eeuwen zeker onveranderd gebleven. Maar wat kun je tegelijk een steun hebben aan deze brede golfslag, deze relativerende houding tegenover de waan van de dag? Er bestaat altijd ook nog iets anders. Iets waarop we zuinig mogen zijn, waar we op kunnen voortbouwen. Een stroom waardoor onze gemeenschap zich gedragen kan voelen. Iets om dankbaar voor te zijn. Zoals ooit nog veel langer geleden Jezus' leerlingen deden.
zoals eeuwen en eeuwen lang mensen voor ons hier in deze kerk hebben gedaan, zo zullen ook wij vanmorgen de maaltijd van de Heer vieren. Jezus vraagt ons dit te doen in verbondenheid met Hem en met elkaar. En in de geest van doede van alles weer, wie wij ook zijn, hoe wij er ook over denken, wij worden onvoorwaardelijk uitgenodigd aan zijn tafel. Dus wees welkom, want alle dingen zijn gereed. Thank you.
Thank you.
Laten wij bidden. God, dat dit nog bestaat. Zo samen zijn in een kerk. Zonder voorwaarden, zonder haken en ogen. Daarvoor danken we niet onszelf, maar u. U die alle menselijke goedheid en argeloosheid en vreugde belichaamt. Alle zorgzaamheid en genegenheid die wij kunnen voelen voor elkaar. Het is niet ons eigendom. Het is er gewoon en al zo lang. Wij kunnen niet echt terug het verleden inkijken, maar we vermoeden dat ook lang en minder lang geleden mensen hier zich thuis hebben gevoeld. Zich omgeven hebben gevoeld door een liefde die groter is dan wat wij eigenhandig kunnen maken. Wij bidden u dat overal ter wereld zo'n tegenwicht mag bestaan. Tegen de oeverloze ellende, de argwaan, het geweld, de uitzichtloosheid die er ook is. Dat overal ter wereld kleine plekken mogen bestaan, waar mensen kunnen opladen en geïnspireerd worden om het leven weer met moed en vreugde op te vatten. Wij danken u voor de trage tijd van de aarde en de seizoenen, die hun eigen gang gaan, wat wij ook verzinnen. Voor alle mensen die hun gezond verstand en hun fatsoen bewaren, voor nuchterheid en voor de liefde voor schoonheid, waarheid en goedheid. God, wij zwijgen en voegen ons in de stilte naar uw tijd, uw eeuwigheid. En wij bidden samen Jezus gebed. Onze Vader in de hemel, laat uw naam verheerlijkt worden. Laat uw koninkrijk komen en uw wil gedaan worden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. En vergeef ons onze schulden, zoals wij ook hebben vergeven wie ons is schuldig was. En breng ons niet in de proeving. Maar red ons uit de greep van het kwaad. Want aan u behoort het koningschap, de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. Voor alles een tijd, nu tijd voor de gaven.
weer van hier gaan om te doen wat onze hand vindt om te doen en gedragen door Gods zegen die van alle tijden is.